Ja, er is al heel veel over gepraat, heel veel over gesproken. Maar we gaan inderdaad alles weghalen. Dat is eigenlijk al anderhalve maand bekend. Dat is al, hadden we met de KNVB dat al afgesproken. Jeroen, jij bent van FC 1908. Jullie hebben een hele prachtige actie opgezet, samen ook met FSV de Feyenoorder. Hè. Als supportersvereniging hebben jullie ervoor gezorgd dat het hele stadion bedekt is met spandoeken. Vandaag een uniek moment, want jullie zijn toevallig vanochtend uitverkocht. Hè? We zijn uitverkocht inderdaad. Nog geen half uurtje geleden hebben we de laatste paar doeken hebben verkocht. Tijd voor een feestje. Ja, en om hoeveel doeken gaat het nou uiteindelijk? We hebben nu meer dan bijna 5000 spandoeken hebben gemaakt. En er zijn straks, volgende week zijn er 47.000 stoeltjes zijn er bedekt met de thuiswedstrijd tegen Fortuna. En dat is ook direct de laatste wedstrijd waarin alle doeken te zien zijn. Want jullie gaan alle doeken weghalen. Ja, er is al heel veel over gepraat, heel veel over gesproken. Maar we gaan inderdaad alles weghalen. Dat is eigenlijk al anderhalve maand bekend. Dat is al, hadden we met de KNVB dat al afgesproken. Het moet weg. Dit ook zodat met de bekerfinale dat beide supportersgroepen ook een sfeeractie kunnen doen. Zodat toch supporters op hun manier hun club kunnen steunen. En wij steunen onze club op onze manier. En laten we dan Vitesse en zo dat ook doen. Ja, hoe jammer is het wel met nog drie thuiswedstrijden daarna, niet de minste, met Feyenoord-Vitesse, een wedstrijd die misschien wel heel belangrijk is richting plaats 4. Feyenoord-Ajax, Feyenoord-RKC, de allerlaatste. Hoe jammer is het dat in die wedstrijden er dan geen spandoeken hier zijn? Nou ja, wie zegt dat er niks is? We kunnen altijd nog wat doen, toch? Ja, want ze zouden ook eventueel weer teruggeplaatst kunnen worden. Nee. Het is, we zijn nu een half jaar zijn we bezig en het is zoveel werk. En iedereen is in weer, wind, sneeuw, ijs. Sommigen die zijn helaas geblesseerd geraakt, ook met het hangen. Dus het heeft zoveel moeite gekost. En het is niet realistisch om dat in 2 weken tijd allemaal weer terug te hangen. Dus we gaan misschien gewoon wat nieuws doen. Ja, nou, we zijn heel benieuwd wat dat zal zijn. Ik denk niet dat je dat gaat vertellen. Maar ik weet het zelf ook nog niet helemaal hoor, maar het komt nog wel. Was er niets mogelijk rond die bekerfinale met doeken over de doeken heen of ander soort suggesties? Nee, dat ging, die kosten zouden oplopen in de tienduizenden euro's. En dat zou gewoon heel krom zijn om daar gigantisch veel geld in te steken. Daarnaast hangen er ook allemaal eisen hangen eraan van wat voor materiaal het allemaal gemaakt is. Dus dat was gewoon niet realistisch. En het is jammer, maar we hebben iets waanzinnigs neergezet. Iets wat nog nergens ter wereld ooit is gedaan. En een hoop mensen zeggen dus Feyenoord kan alleen bij Feyenoord. Maar dit keer is het ook echt op papier zo. Ja, dit keer was het ook echt alleen bij ons mogelijk. Dus ik denk dat we vooral daarnaar moeten kijken en daar trots op moeten zijn. En genieten van de tijd die we nu gehad hebben. Ja, hebben jullie nog wel geprobeerd om met Vitesse en Ajax en de KNVB overeen te komen om juist dit prachtige decor zo te houden? Want volgens mij is dit juist een ideaal uithangbord om zo'n een finale te spelen. Ik begrijp dat Vitesse en Ajax natuurlijk het liefst hun eigen logo's willen, maar ja, het straalt juist wat uit. Nou ja, een hoop supporters vanuit hun kant die hebben via internet een hoop steunbetuigingen gegeven en gezegd van ja, maar het is clubliefde en dit moet zelfs je, van Ajax? Zelfs daar vandaan, dat zou je niet verwachten. Maar wel een hoop, maar los dan dat die vereniging zieltjes probeert te winnen over, begrijpelijk ook. Maar iedereen was eigenlijk wel van mening, moet je laten. Maar met de KNVB, wat ik zeg, dus 2 maanden geleden eigenlijk is er al een afspraak over gemaakt. Hun willen het stadion schoon opgeleverd hebben. Daarnaast hopen ze ook nog dat het publiek binnen mag. Dus laten we kijken of er nog een paar proefkonijnen naar binnen mogen. En zo was het eigenlijk. Dus heel veel verandering zat er niet in. Dus met beide clubs is niet echt erover gesproken. Meer met de KNVB en dat is eigenlijk de enige belangrijke partner in het hele verhaal. Hoe trots zijn jullie geweest? Want met name met avondwedstrijden, ja, het was een prachtig uitzicht. Het leek wel of er gewoon een volle Kuip te zien was. Ja, het was wel bizar. Het is zeker ook in de samenvattingen van de ESPN zag je alleen maar blauwe stoeltjes. Elke keer zag je het vak, zag je groter en groter worden. Toevallig een aantal weken geleden zei Erwin Beltman, die stond op de middenstip en die zei van het zijn niet echt mensen, maar je hebt het gevoel alsof het stadion echt vol is, alsof het leeft met die wind. En het is heel bizar. Mensen waren soms met de mindere wedstrijden toch meer bezig met naar de doeken kijken dan naar het voetbal.
Die zagen er af en toe iets beter uit. Ja, heb je ook respons gekregen van spelers, technische staf? Want ja, op zich, buiten die wedstrijd nu tegen Emmen, is het juist de laatste maanden in de thuiswedstrijden. PSV thuis, ja. VVV, Willem II werden allemaal wel hier gewonnen. Ja. Voor de winterstop was het allemaal wat moeizaam. Toen waren al die spandoeken er niet. Hebben jullie op een gegeven moment gedacht, het helpt ook? Ja, of het helpt, je hoopt het. En laten we realistisch wezen, uiteindelijk moeten ze het op het veld laten zien. Maar je merkt wel dat het invloed heeft op de spelers. Dat ze een hoop positieve reacties uit de selectie gehad. Ze hebben zelf ook een doek besteld. Daarnaast met de technische staf, John de Wolf heeft ook een doek besteld. Plus nog een heleboel oudspelers. Dus je merkt wel heel veel feedback en iedereen is laaiend enthousiast over wat we hebben gedaan met z'n allen. Ja, heel veel mensen hebben heel veel tijd besteed om deze doeken te maken. Wat gaat er met de doeken gebeuren? Dat weten we eigenlijk nog niet. Er worden heel veel opties worden er genoemd. Een tijdje geleden werd er inderdaad ook geopperd om alles maar aan elkaar te gaan naaien. Je ziet het zelf, het zijn zoveel doeken. Ze zijn groot, klein, van 30 bij 60 centimeter tot 16 meter bij 25 meter. Dus ja, wat we eruit, we gaan ze niet weggooien. Iedereen die hem eigenlijk echt terug wil hebben, gaan we de gelegenheid geven om hem terug te krijgen. Wanneer dat zal zijn, weten we niet. We gaan wel met een oproep komen. Alle doeken die niet teruggaan naar de eigenaar, gaan we gewoon, gaan er nog iets mee doen. We weten nog niet precies wat, maar we moeten er wel een mooi tweede leven aan geven. Ja, jullie waren sowieso uniek in Nederland. Geen enkele club die dit zo heeft gedaan. Ik weet niet hoe dat wereldwijd is geweest. Wereldwijd ook nog niet. Wereldwijd, dus dit is heel uniek. Hoeveel inspanning, hoeveel energie heeft dit jullie gekost? Ja, we zijn, ik denk over in het hele half jaar zijn we tussen de 300 en 400 supporters die ermee bezig zijn geweest. Met de mensen die verven zijn we met een mannetje of 40, 45. En de mensen die in de Kuip hebben geholpen zijn het zo'n 300, denk ik. En het is onvoorstelbaar. In het begin waren we 24/7 waren we bezig, gingen er gewoon duizenden manuren per week gingen er doorheen. Ook als we zouden moeten terugrekenen, het is bijna niet voor te stellen hoeveel uren daarin zitten. En vooral ook, kijk, dat is grappig, een van de spuiters die zei ook, iedereen zegt, je maakt echt waanzinnige doeken. Maar de credits gaat vooral naar de mensen die ze ophangen in de Kuip. Want niemand ziet het werk wat hun verzetten. Allemaal op de knieën werken en touwtjes kruipen over elkaar heen, onder elkaar door. Wat dat betreft is echt ongelooflijk hoeveel inspanning het vanuit de supporters is geweest. Ja, er zijn ook heel veel doeken waarbij ook een speciale boodschap hè, van mensen die zijn overleden. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Welke doeken hebben op jou de meeste indruk gemaakt? De overleden supporters, moet ik zeggen, hebben ze allemaal een indruk op me achtergelaten. Of het nou één stoeltje was of dat het 1200 stoeltjes was. Want het gaat uiteindelijk om de boodschap. Je hebt boven hebben we een heel groot doek liggen van 1200 stoelen voor een overleden iemand. Maar daarnaast ligt van een paar stoeltjes. Papa, ik hoop dat je dit leest vanaf boven. Nou, in mijn ogen zijn die allemaal evenveel waard. Maar ja, de doeken die het meest bijblijven, dat zijn misschien ook de doeken die uiteindelijk de doorslag geven. Net zoals nu op het laatste Herman Hel die een doek koopt als laatste. En op die manier, elk doek heeft waarde.